Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. In deze aflevering gaan we natuurlijk weer verder met een gloednieuwe missie. Laten we beginnen. Defeat the enemy commander. En we verliezen als al onze units vallen. En Gwendal is de commander daar. Maar ik zie volgens mij dat we daar niet overheen mogen. And burning people where they can stand. Dit is een terrible place, dat kun je wel zeggen. Ja. Oké. Dat is geen fun om daar naartoe te gaan, zeg maar. Wacht. Oh, nee. Hoe gaan we dit aanpakken? Wil ik hier nog staan? Ik ga hier wel staan. Wachten we, pakken we nog een gevleugelde draak. Die kan gewoon hier vliegen. Oh, wachten. Oh, fuck. Nou, ik hoop dat ik daarop kan... Dat dat niet uitmaakt, zeg maar. En anders gaan we het zien en dan is het een misplay. Ja, dat kan gebeuren. Oh, die had ik helemaal niet vooraan moeten zetten. Oh, maar dan kan deze hier nog neerzetten. Loop ik met Ignat deze kant op. Hier nog bij. Cloud en Ignat staan wel allebei daar, maar dat maakt niet zoveel uit. En dan loop ik zelf hier naartoe. Even kijken of we hiermee een end kunnen komen. Kijk, nice. Dat was weer een Kingdom Soldier. Oeh, dat deed heel veel damage en dat is geen damage. Oké. Die gaat niet goed. Die moet zichzelf. Oh, ik kan er niet healen. Oh, oké. Dit was echt een misplay. Nou, ik hoop dat we daar niet al te veel gezeik mee krijgen, want we missen na één beurt al een healer. Die kan ik niet raken. Beam. Oké. No chance. Kingdom Soldiertje. Nice. That is all. Oh, en we mogen verder vliegen. Ik heb nog geen damage. Hier beneden is niks, dus we vliegen. Hier wel naartoe. Oh ja, Lawrence krijgt punten omdat. Want die kon niet meedoen deze battle, dus. Wacht. Ah, weet je, we kunnen hier wel gaan staan, dat maakt niet zoveel uit. Dat is een heel stukje, dus. En dan loopt hij, dus dan doen we wel dit. Waarom loopt hij dan die kant op? Dat snap ik al echt niet. I fought and won. Forgive me, but as Lenato. Hey Ash. Doei Ash, met een kleine frame drop. I know. Ik denk dat we hier op het randje kunnen staan.
Nice. Still alive. Nog iemand even op een afstandje kunnen killen. En Flame krijgt daar ook nog wat van. Boy, yo. Nee. Oh, op Lysitia, oké. Okay. Gabling. Gabling. Oké, okay. Nice. Lekker, Leonie. Jij bent zo'n coole girl. Oh, ik mag wel doorlopen. Doe ik dat of blijf ik hier? Ik blijf hier wel wachten. Ik heb faith. Vind ze kut mechanic eigenlijk, maar ik ga hier wel voor staan. Oh, wacht. Ik kan hier gaan staan. Volgens mij is dit geen vuurpunt. Dan met Milan loop ik ook gewoon door. Oké, dan gaan we kijken wat er hier te behalen valt. Heel weinig damage in ieder geval. Dus ik denk dat ik met hem gewoon die kant op ga. En we gaan wachten. Dat, ja, doe dat maar. Oh, te weinig. Oh ja, dat was het. Dat was ook zo. De Blessed Bow. Die goede bow is gone zo. En ik heb daar niet, nog niet goede items voor. Ik moest even stoppen. Nice. Oh, Ignatz. Ignatz kan hem killen. Nice. Lekker, Ignatz. Kijk, en jij komen aan, Felix. Wat een onzin. Okay. Brick. Ik krijg wel lekker veel XP'tjes nu. Dat is wel nice. Oh, ik loop met hem. Loop ik hier wel naartoe? Oké, doe ik bijna geen damage. Ook niet. Nee, is ook niet handig. Waar gaan we hier gewoon staan? Is het ook niet helemaal? Nou, we moeten wat. Oké,
Okay. Dan gaan we met haar lopen hier naartoe. En nu healen we hem. De Felix loopt eromheen en kilt hem dan. Oké, dat heeft nog damage. Oh, gelukkig, bijna geen damage terug. Of helemaal geen damage terug. Oké. Hier kan je zo omheen, maar waar is de Master of the Masters? De Master of the Masters is daar, dus we moeten eigenlijk een beetje hier links aanhouden. Ik denk dat we gewoon met z'n allen naar links moeten lopen. Items. Nee, ik heb geen keys. Dan heb ik nu besloten dat we die kant op gaan. Loop maar die kant op. Daar wachten we mee. Kan Felix hem one hit KO'en? Nee, dan gaan we dat niet proberen. We lopen met haar die kant op. Hier de weg nat. Thank you. Felix, deze kant op. Ja. Maar Milan komt nog niet zo ver, hè? Nee. Ook maar hier gaan staan. Ik toch hier maar staan. Zo. Oh. Ja, Raphaël zal zo doodgaan waarschijnlijk. Wacht hier maar. Oké, weinig attacks trouw. Oh, old Gwendol is hier. Oh. Oké, Judith, die mag niet gedefeat worden. Duidelijk. Oh, die kan ik nog net niet bij. Ja, daar kan ik niet bij, dat is balen. Oké. Nou, we kunnen hem wel even one hit KO'en. This could turn the tides. Oh, we staan nu wel alleen in het vuur. Dat is misschien niet heel handig. Oeh. Ah, no damage? Hoezo no damage? Oké, nice. Lekker, Lysithia. Ja.
is zeker over. Maar ik denk niet dat het echt over is. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Anders zou het een korte battle zijn geweest. En Lorenz ook nog naar 22. I could learn from that. That old man must have been time to get. Was dat het echt? Oh, dat was het echt. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze korte aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, we hebben er weer een gehaald. Kaboom! Adios, amigos.